Hallo allemaal, welkom bij les 10 van Leren Sminken Stap voor Stap. Mijn naam is Marielle Heuft en in deze les ga ik de wow-factor behandelen. Wat is nou de wow-factor? Dat ga ik vertellen. Ik heb hier een klein bijtje opgezet. Heel lief schattig bijtje, helemaal niks mis mee, maar hij mist nog iets. Dan ga ik hiernaast zo'nzelfde bijtje maken, maar dan ga ik de wow-factor toevoegen. Dan kan je zien hoe je met kleine wijzigingen een heel ander effect kan krijgen. Eerst begin ik met de basis van het bijtje. Dat is gewoon hetzelfde. Dus dat is gewoon een rondje. En een puntje eronder. Dat is gewoon precies hetzelfde als het standaard bijtje. Nou, een van de eerste dingetjes bij de wow-factor zijn de vleugeltjes. Bij het eerste bijtje heb ik die vleugeltjes opgezet met Pure White van Chameleon. En nu ga ik de Crystal White van Chameleon gebruiken. En waarom? Die geeft net een beetje meer een vleugeltjes effect. Heel goed laden. Kijk, je ziet dat er al een mooi blinkje in zit. Dan krijg je al net even meer dat sparkle effect. En zo is het al een heel, wordt het echt een vleugeltje. Nou, dan nu de outlining. Die heb ik hier vrij simpel gehouden, maar die gaan we nu iets meer oppimpen. We doen hem hier wel gewoon zo eromheen. Maar we geven deze bijvoorbeeld iets meer een angeltje. En een beetje een bijengezichtje wat meer. Zo krijg je ook al wat meer. Maakt hem net eventjes wat leuker. Oogjes. En we maken er een vrolijk bijtje van, heb ik bedacht. Dus we geven hem een lieve smile. Uiteraard wel ze. Eigen streepjes, anders is het geen bijtje. Dan bij de vleugeltjes doen we eerst die outlining. Geef hem net eventjes wat meer. Schattige onderscheiding van boven- en ondervleugeltje. En dit bijtje gaan we wat meer laten vliegen. Zo krijgen we wat beweging in de vleugeltjes. En we geven hem ook even wat gezelligere voelsprietjes. Je ziet al dat hij al een stuk meer wauw is. Dan het bijtje ernaast. Dan gaan we hem nog even afmaken met wat kleine details. Dit angeltje heeft echt een scherp puntje. En dat duiden we aan door er zo'n sterretje bij te maken. Oeh, scherp angeltje. Met een beetje wat highlights. In zijn sprietjes. Doe een klein stipje in zijn oogjes. Zodat hij tot leven komt. Kleine highlights hier zo. Nou, en om hem nou helemaal af te maken. Mogen natuurlijk de glitters niet ontbreken.
En zo krijg je een bijtje met de wow factor. Dus met wat kleine details maak je van een simpel bijtje alweer een heel ander effect. Ik wens jullie heel veel plezier. Heel veel oefenplezier. En ik zou het heel leuk vinden als ik jullie voor en na designtjes van, ja, noem maar wat, een bloemetje of een beestje. Als jullie die zouden willen opsturen naar www.sminkengreen.nl. Alvast bedankt. En tot de volgende keer.